zorgmedewerkers zijn, dat blijkt ook uit het grote aantal ZZP'ers die dus zelfstandig zijn gaan werken, zoals mevrouw Paulusma ook weet, omdat ze dus het gevoel hadden dat ze weinig invloed hadden op hun eigen zorgorganisatie, die misschien ook ideeën hadden om dat beter te maken, maar ja, dat gebeurde maar niet. En ja, daar kan mevrouw Paulusma om lachen, maar ik denk dat dit heel herkenbaar is, hoor, dat je dus met ideeën rondloopt en dat er niks mee gebeurt, en dan is het fijn als die ideeën, als ze dan worden ingediend, op zijn minst gemotiveerd worden afgewezen en dat er ook transparantie over is. En ik denk dat we daar heel veel mensen in de zorg een plezier mee zouden kunnen doen. Heel kort nog. Ja, heel kort, want waar ik, en dat is even persoonlijk, want ik word aangesproken waar ik wel een beetje klaar mee ben, is mij iets toedichten wat ik niet doe. Zodat dat weer leuk ergens ingeplakt en geknipt kan worden. Ik zat niet te lachen, want als iets mij aan het hart gaat, zijn het de medewerkers in de zorg. Ik vroeg u, welk probleem gaat dit oplossen? En daar geeft u blijkbaar geen antwoord op. Nou, ik denk dat ik daar wel antwoord op gaf. En we kunnen de camerabeelden erbij halen. Ik zag u toch heel duidelijk lachen. En ik begreep ook niet goed waarom. Maar dat zou u nu kunnen toelichten. Wat er dan zo grappig aan was.